Hallo, mijn naam is Mika. Ik ben van Sales Supply en ik wil je graag iets vertellen over Twist. Links in beeld zie je een kort overzicht van de punten die ik ga bespreken. Wat is Twist? Waarom zou je Twist willen aanpassen? Hoe kun je Twist aanpassen? En tot slot, misschien wel het belangrijkste tijdens het zeilen, de balans. Wat is Twist? Heel simpel gezegd is het een verticale draaiing, twist, zoals het Engelse woord het ook al zegt, van het zeil, waardoor het achterlijk verder naar buiten gaat naarmate je hoger in het zeil kijkt. Om dat te illustreren heb ik twee lijnen ingetekend. Daarin zie je dat rechts op het plaatje het achterlijk wat dichter is getrokken, dus dichter naar de lijn tussen de top van de mast en de giek. En aan de linkerkant zie je dat het zeil veel meer twist heeft, zoals dat heet. Dus het achterlijk veel opener is. Het zeil waait verder uit, zou je kunnen zeggen, naarmate je verder naar boven in het zeil kijkt. Op het volgende plaatje is dat nog wat duidelijker te zien. Hier zie je een boot onder Jenaker. Van boven gefilmd of gefotografeerd. En ook hier heb ik een aantal stippenlijntjes ingetekend. Van beneden naar boven, steeds op de hoogte van de zogenaamde trim stripes. Dat zijn die oranje lijnen. En als je dat volgt, dan zie je, als ik hem nu in beeld breng, de onderste ten opzichte van die daarboven en die daarboven, zie je dat de hoek van het zeil wat groter wordt. Dus het zeil draait naar buiten naarmate je verder omhoog kijkt in het zeil. Je hebt gezien hoe je twist kunt herkennen, maar waarom zou je twist willen aanpassen? Nou, we hadden het in het begin even kort over comfort en hoogte en snelheid tijdens het zeilen. Met het aanpassen van twist zorg je ervoor dat het zeil op de verschillende windrichtingen en windsnelheden op de verschillende hoogten in het zeil aangepast kan worden. En daarnaast kun je zeggen dat twist eigenlijk het gaspedaal van je boot is. En als metafoor daarvoor gebruik ik even een auto. Als je bij een auto te veel gas geeft, dan kun je uit de bocht vliegen. En dat is eigenlijk bij een zeilboot niet heel anders. Als je te veel power hebt, dan vlieg je uit de bocht. En twist is een goed instrument om de power tijdens het zeilen te reguleren. Heb je minder twist, geef je meer gas. Heb je meer twist, geef je wat minder gas. En als je even naar het volgende plaatje kijkt, dan zie je dat deze boot eigenlijk al veel te veel helling heeft, terwijl er niet zo heel veel wind is, zoals je aan het wateroppervlak wellicht kunt zien. Maar je ziet wel dat het grootste ontzettend dichtgetrokken is, en met name dat er maar heel weinig twist is. Als referentie heb ik weer een stippellijn ingetekend. Daaraan kun je zien dat het achterlijk heel dicht tegen die lijn tussen top van de mast en achterkant van de giek is aangetrokken. Oftewel, er is vrijwel geen twist. Dus de boot heeft heel veel power. En zelfs onder deze omstandigheden heeft de boot daardoor zoveel helling dat het roer al niet meer in het water is en de boot letterlijk uit de bocht vliegt. Dus nogmaals, twist is eigenlijk te zien als het gaspedaal van je boot. En meer twist betekent iets minder gas. Minder twist betekent iets meer gas. Om een idee te krijgen van hoe twist comfort, maar ook snelheid en hoogte van de boot kunnen beïnvloeden, is het goed om te weten hoe helling en roerdruk met elkaar samenhangen. En dat probeer ik je aan de hand van deze afbeelding en nog een aantal andere afbeeldingen die zo meteen volgen uit te leggen. Op een zeilboot werken verschillende krachten. Krachten van de wind en krachten van het water. En daar ga ik niet al te veel in detail op in. Je ziet op dit plaatje een aantal van deze krachten ingetekend. En alle krachten van het zeil komen samen in het zogenaamde zeildrukpunt. En dat heb ik hier nog even verduidelijkt met die rode pijl. De rode pijl geeft eigenlijk de resulterende kracht
naar voren aan. Nogmaals, het is een behoorlijk versimpelde versie van de werkelijkheid. Maar het gaat er in dit geval om hoe meer helling leidt tot meer roerdruk. Op het volgende plaatje zie je hetzelfde drukpunt, de rode punt in het zeil, waar de krachten in samenkomen, onder een bepaalde helling. Het groene kruis in beeld is het draaipunt van de boot. Als je nu helling toevoegt door minder twist, oftewel door meer power, dan ontstaat de volgende situatie. De boot gaat verder hellen, dat drukpunt verdwijnt verder naar buiten en tegelijkertijd zorgt dit voor een zogenaamd moment. Dus de hefboom in feite van de kracht ten opzichte van het drukpunt wordt groter, waardoor de boot wil oploeven. Als je rechtdoor wilt blijven varen, dan betekent dat dus dat je harder aan je roer moet trekken. En dat leidt er vervolgens toe dat het roerblad onder een grotere hoek onder de boot staat, waardoor je de boot in feite afremt. Dus nog een keer de vuistregel als het gaat om twist. Als je te veel helling hebt, oftewel te veel druk, dan zorg je voor iets meer twist. Als je te weinig helling hebt, oftewel te weinig druk, dan verlaag je de twist een beetje. Dus meer twist is opener achterlijk, minder twist is een dichter achterlijk. Hoe pas je twist aan? We hebben het al even gehad over de theorie, de achterliggende gedachte, waarom je twist aanpast, dat het leidt tot meer comfort tijdens het zeilen, dat je er hoger en ook harder mee kunt varen, dat het je gaspedaal is aan boord. Omdat je twist verandert om de aanstroomhoek op verschillende hoogten in het zeil te kunnen aanpassen, is het goed om te weten hoe dat eigenlijk tot stand komt. Op dit plaatje zie je in feite al dat het zeil aan de linkerkant net iets te dicht getrimd is. En dat kun je herkennen aan de zogenaamde telltales. Dat zijn die rode bandjes in het achterlijk van het zeil. Je ziet aan de linkerkant dat de bandjes in feite naar voren wapperen of waaien. En aan de rechterkant zie je dat ze mooi naar achteren waaien. En dat komt doordat het zeil niet zodanig getrimd is dat het matcht met de aanstroomhoek van de wind. Om te begrijpen hoe dat werkt kun je het volgende plaatje zien. De wind die je op de boot voelt tijdens het zeilen is de zogenaamde schijnbare wind. En die schijnbare wind komt tot stand door de vaartwind, de wind die gegenereerd wordt door de snelheid van de boot, en de ware wind. En de vaartwind is in dit geval het rode pijltje. De ware wind, dat is de wind die je voelt als je ergens op de dijk staat, is in dit geval het blauwe pijltje. En samen vormen ze de zogenaamde schijnbare wind. En dat is de wind die je voelt als je op de boot aan het zeilen bent, als je vaart maakt. Dat is in dit geval het groene pijltje. De aanstroomhoek is dus de richting van deze groene pijl ten opzichte van het zeil. En als je aan de wind zeilt, afhankelijk van het schip, is deze aanstroomhoek een hoek van tussen de 15 en 30 graden. Je kunt je dus goed voorstellen dat als de ware windsnelheid afneemt, ten gevolge van wrijving net boven het wateroppervlak bijvoorbeeld, dat dat zowel invloed heeft op de windrichting van de schijnbare wind als op de windsnelheid van de schijnbare wind. En deze richtingsverandering probeer je te matchen met het veranderen van twist in je zeil. Dus je matcht de aanstroomhoek van de schijnbare wind door twist aan te passen. We hebben het ook al even kort gehad over power en dat je twist of de verandering van twist kunt gebruiken als het gaspedaal op je boot. En dat zie je ook goed in dit plaatje. Aan de linkerkant zie je dat het grootzeil volledig gehesen is en met een relatief dicht achterlijk, dus weinig twist. De ster in het midden geeft het drukpunt van het zeil aan. In het midden zie je een zeil met veel twist,
Oftewel, het achterlijk waait uit. En het grijze, met het grijze vlak in die afbeelding wordt aangeduid dat dat deel van het zeil eigenlijk niet meedoet. Dus er wordt energie geloosd, zou je kunnen zeggen. Hier is veel twist. En dat is, als referentie, is er een derde plaatje, helemaal rechts. Dat is een gereefd groot zeil. Daar is het zeil dus nog wat kleiner gemaakt. Maar je ziet dat het zeil dat veel twist vertoont, al behoorlijk dicht in de buurt komt van het gereefde groot zeil. En dat heeft dus te maken met het feit dat een deel van het zeil niet meer meedoet, zou je kunnen zeggen. En dat heeft dus te maken met het feit dat een deel van het zeil zo getwist is, zo geopend wordt, dat er energie geloosd wordt. En daardoor komt het wat dichter bij het scenario van een gereefd groot zeil. En hoe pas je dat nou aan? Hoe zorg je ervoor dat je de mate van twist kunt veranderen? Het is eigenlijk vrij simpel. Uiteindelijk komt het erop neer dat je de afstand tussen de tophoek van het grootzeil en de halshoek van het grootzeil vergroot of verkleint. En daar heb je drie mogelijkheden voor: neerhouder, grootschoot en mastbuiging. En op dit plaatje is dat mooi in beeld gebracht. Als je aan de neerhouder trekt, of de veng, zoals dat hier genoemd wordt in het Engels, dan trek je de giek naar beneden en daarmee vergroot je de afstand tussen tophoek van het zeil en halshoek van het zeil, waardoor de achterkant opgespannen wordt, zou je kunnen zeggen, en de twist afneemt. Met de grootschoot creëer je hetzelfde effect. Het verschil tussen grootschoot en neerhouder is dat je met name op kleinere open boten met een flexibele mast de veng er ook voor zorgt dat de giek naar voren gedrukt wordt, zoals je dat ook op dit plaatje ziet, waardoor je de mast ook buigt. En die mastbuiging zorgt voor niet alleen een opener achterlijk, oftewel meer twist, maar zorgt er ook voor dat het zeil vlakker wordt. Op deze afbeelding zie je dat je de neerhouder of de grootschoot eigenlijk maar een heel klein beetje hoeft te vieren om behoorlijk veel meer twist te krijgen, oftewel om het achterlijk te openen en daardoor energie te lozen. Je ziet hier de toplat ten opzichte van de middelste lat in het grootzeil en de laagste lat in het grootzeil. Ze hebben hier drie latten gemeten. En op de horizontale as zie je de verhoging van de giek, de halshoek in feite, naarmate je de grootschoot of de neerhouder viert. En op de verticale as zie je de aanstroomhoek. En als je de onderste lat ten opzichte van de bovenste lat bekijkt, dan zie je dat je al bij zo'n 3 mm verhoging van de halshoek, dus je hoeft maar een heel klein beetje te vieren in feite, dat er al een behoorlijk groot verschil tussen de bovenste lat en de onderste lat ontstaat. Dus dat je al heel veel twist genereert met maar een heel klein beetje laten vieren van je grootschoot of van je neerhouder. Het principe dat je met meer mastbuiging ook meer twist genereert, wordt mooi op dit plaatje afgebeeld. Het is eigenlijk hetzelfde idee. Door de mast te buigen verklein je de afstand tussen halshoek en tophoek van het grootzeil. En daarnaast zorg je ervoor dat het zeil vlakker wordt. Maar in ieder geval zorgt het ervoor dat er twist ontstaat. En met die twist zorg je dat er energie geloosd wordt. En op dit plaatje zie je ook heel mooi dat aan de linkerkant zitten de zeilers relatief rechtop, omdat ze alle power nodig hebben. Het zeil is gesloten, er is weinig twist. Aan de rechterkant komt er net een vlaag in en hebben ze al het gewicht buiten nodig. De man in de trapeze of de vrouw in de trapeze heeft zelfs nog de arm naar buiten om zoveel mogelijk gewicht naar buiten te brengen. En de mast is sterk gebogen, waardoor een deel van het zeil, van het grootzeil, niet meedoet, sterk getwist is en het drukpunt ook verlaagd is, waardoor je dus de boot alsnog rechtop kunt blijven varen,
onder de heersende omstandigheden. Op deze afbeelding zie je heel mooi dat deze jongens de 470 behoorlijk goed in balans hebben. En balans betekent dat je de boot onder de gegeven omstandigheden zo trimt dat je in feite met maximale snelheid de kant op zeilt waar je naartoe wilt. Waar je dat heel mooi aan kunt zien in dit geval is dat de boot vlak in het water ligt. De jongens hangen maximaal naar buiten, dus zover als ze kunnen in feite. En je ziet ook dat ze het roer recht hebben staan. Dus er wordt niet heel hard aan de helmstok getrokken om de kant op te varen waar je naartoe wilt. Dat wil je ook niet, omdat als je hard aan het roer moet trekken, dan betekent dat in feite dat je het roer dus onder een hoek onder de boot zet, waardoor het eigenlijk een rem is. En als je aan de wind zeilt, dan mag je een klein beetje roerdruk hebben. En ideaal is dat het roer zo'n 3 tot 5 graden roeruitslag heeft. Maar uiteindelijk geeft een te grote roeruitslag natuurlijk altijd een remmend effect. De reden voor het feit dat je een klein beetje roeruitslag wilt, dus idealiter tussen de 3 en 5 graden aan de wind, is dat de aanstroming van het water op het roer ook een beetje lift creëert. En die lift zorgt voor een betere performance. Als je naar dit plaatje kijkt, dan zie je dat er best wel wat wind is, vrij hoge golven zijn. En je ziet ook dat, zoals ik al zei, de jongens al maximaal naar buiten hangen. Dus ze kunnen niet meer power gebruiken. En je ziet ook dat dit grootzeil behoorlijk getwist is. Daarmee zie je ook dat door het grootzeil te twisten, door relatief veel twist te hebben, wordt er het overschot aan energie dat er duidelijk is. Want ze, zoals ik al zei, ze hangen immers al maximaal naar buiten. Het overschot aan energie wordt geloosd door twist. En in dit plaatje zie je ook dat niet alleen het grootzeil getwist is, maar ook de fok is behoorlijk getwist. Ik hoop dat deze uitleg duidelijk was. En ik wil je graag uitnodigen om vragen te stellen die ik dan kan gebruiken om nieuwe video's voor je te maken. Bedankt!